Voor de vierde keer op rij werd op zaterdag 21 mei het wandelevenement Meer Wandelen georganiseerd. Ook dit jaar was de start en finish op landgoed De Olmehorst in Lissebroek. En er waren weer prachtige routes uitgezet, zodat men lekker kon genieten van de frisse buitenlucht. Meer Wandelen is een initiatief vanuit Lions Club Haarlemmermeer. En waar wij gezegd hebben van nou, we willen een goed doel ondersteunen. We willen de mooie plekjes van de Haarlemmermeer laten zien. En we willen gezond bezig zijn. Dus we slaan 3 vliegen in 1 klap. En dat tot nu toe is het nog steeds gelukt. Wij hebben de 5 kilometer, die is bij ons kinderwagenvriendelijk en rolstoelvriendelijk. Daar denken jullie over na? Daar denken we over na. En dat is ook eigenlijk een beetje de familietocht. Duurt ook niet te lang. En daarnaast hebben we ook sinds verleden jaar hebben we de 25 kilometer erbij. We hebben ook mensen die willen graag oefenen voor de vierdaagse in Nijmegen. Die zeggen, joh, willen jullie niet de 25 kilometer erbij? Dan kunnen we lekker oefenen. Dus die hebben we er ook bij gedaan. En ja, die mensen die zijn ook reuze enthousiast. Zie je ook alle jaren weer terug en breid nog steeds uit. Hoe was de route? De route was prachtig. Het eerste gedeelte vond ik mooi. Dan kom je een beetje door het dorp heen, Abbenes en hier bij het dorp zelf. En de terugweg is wat saaier, want dan loop je de laatste kilometer langs de weg hier. Dit was voor mij de eerste keer dat ik aan een wandeltocht meedeed. Dus meteen 10 kilometer. Ja, ik vond het wel pittig, maar wel heel erg leuk. Pittig was zwaar? Nou, niet zwaar, het is wel te doen. Maar het was waanzinnig mooi weer, dus gaat het bijna vanzelf. www.meerwandelen.nl. En volgend jaar is Meer Wandelen vanaf Hoofddorp, Eiweg 923. En de datum is 19 mei 2012. Kunt u alvast in uw agenda zetten.